Informatiedag over slangen. 30 jaar na de Bijlmervliegramp. En Boekenmarkt voor Werelddierendag. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het kan een hond, kat of hamster zijn. Sommigen van ons zijn liefhebbers van deze of andere dieren en hebben ze zelfs als huisdier. 4 oktober, Werelddierendag, is een dag die wereldwijd op de agenda staat als een moment waarop extra aandacht wordt besteed aan de dieren. In verband met deze dag stond Snake Patrol Suriname in het weekend te Wakkapassie om de gemeenschap te informeren over slangen. Wij zijn hier dus vandaag om een groep dieren te belichten die eigenlijk heel erg verkeerd begrepen is. En dat zijn dus de slangen. Ze kunnen soms giftig zijn, steken hun tong uit en hun huid is geheel bedekt met schubben. Vandaag werd wereldwijd uitgeroepen tot Werelddierendag. Werelddierendag is bedoeld om dieren die het minder makkelijk hebben wat extra aandacht te geven. Omdat de meeste slangen gezien worden als giftige dieren, worden ze vaak gedood. In het kader hiervan besloot Snake Patrol Suriname de samenleving over de slang te informeren. We willen eigenlijk zorgen dat wij iedereen wat kunnen vertellen over slangen. Mensen zijn vaak bang voor slangen. En die angst komt denk ik ook vandaan omdat ze vaak niet weet wat een dier doet. Dus wij zijn er vandaag eigenlijk om wat meer kennis en wat meer begrip over te brengen over slangen. Ook slangen daadwerkelijk te laten zien. En daarnaast verkopen wij ook onze merchandise en met de opbrengst daarvan, dat gaat dus allemaal naar het goede doel, zodat wij ons werk kunnen blijven doen. Dierenbeschermers vonden het nodig dat er een dag kwam om stil te staan bij dierenwelzijn. Toen hebben zij 4 oktober, de sterfdag van Franciscus van Assisi, uitgeroepen tot Dierendag. Hij bekommerde zich om het lot van arme mensen en melaatsen, maar ook van de natuur en dieren. In 1930 was het eerste officiële Dierendag op 4 oktober. Ik heb net deze slang gedemonstreerd voor de gasten op Wakkapassie. Maar de slang is net op het punt om zijn huid af te wisselen. En als je die dan een beetje afspreekt met water, dan komt die ietsje beter los. En het is ook iets comfortabeler voor de slang. Dus vandaar dat ik hem even eruit heb gehaald en een beetje nat heb gespreid. Nu dat de huid eraf is, dan kan hij zich veel prettig voortbewegen. Je moet je voorstellen, als er zo'n strakke shirt om je lichaam is, zal het niet prettig aanvoelen. Ik heb opgedeeld in mijn handen, aan mijn armen gezet. Ik heb aan mijn nek gezet en zo. Ik ben slang komen te bekijken om een foto te maken met die slang. Maar ik was bang. Dierenbescherming betekent het voorkomen, verminderen of stoppen van schade aan dieren door mensen. Dierenbescherming is belangrijk omdat er over de hele wereld zoveel dieren lijden omdat ze gebruikt worden voor amusement, voedsel, medicijnen, mode, wetenschappelijke vooruitgang en als exotische huisdieren. Dat zijn dieren die niet voorkomen of thuis horen in het gebied waar ze nu zijn. Het is vandaag precies 30 jaar na de Bijlmervliegramp en er zijn nog steeds mysteries en onbeantwoorde vragen. In de tussentijd zijn er veel documentaires en reportages gemaakt over de vliegramp. Sinds kort is er ook een serie die in ieder geval alle vragen opnieuw stelt. Zoals, wat is de Bijlmervliegramp? Op zondag 4 oktober 1992 is er een vrachtvliegtuig uit New York na een tussenstop in Amsterdam om 18:21 met 3 bemanningsleden en 1 passagier onderweg naar Tel Aviv, de hoofdstad van Israël. 7 minuten na opstijgen meldt de bemanning van vlucht LI-1862 dat het in de problemen zit. Terwijl het boven het Gooimeer vliegt, breekt 1 van de 4 motoren dusdanig af dat het een tweede motor met zich meeneemt en de vleugel zwaar beschadigt. Een veiligheidspin die de motor aan de vleugel vasthoudt is de boosdoener. 310, volgens radarbeelden kan men in de luchtverkeerstoren de luchthaven Schiphol zien hoe het toestel rondjes maakt boven de woonwijk Bijlmer en het Gooimeer. Er is geprobeerd een noodlanding te maken op Schiphol, maar de beschadiging aan een van de vleugels maakte het toestel onbestuurbaar voor landing. Uiteindelijk stort het toestel in de woonwijk neer. Hij zit dik in de problemen nou ook met zijn controls. Going down. Wat is gebeurd? Hij is geen zin, hij is geen zin.
Heb je hem gezien? Eén grote roof op de stad. Jezus. Het stort midden in de Bijlmer neer op een plek waar de woonflats Groeneveen en Klein Kruidberg samenkomen. Er zijn gelukkig niet veel mensen thuis. Volgens onderzoek kwamen er 43 mensen om het leven. Maar veel mensen zien het wel gebeuren. Opeens was zo'n klap. Ja, en zijn we al naar beneden gerend om te komen kijken wat er gebeurd was. Het verhaal is veel langer, heeft veel meer details en toch zijn er nog steeds vragen. Zoals kon het niet ergens anders neerstorten ondanks het toestel niet meer goed te besturen was? Hoeveel mensen zijn eigenlijk overleden? En waarom zijn er zoveel mensen ziek geworden die vlakbij de brand waren, in de buurt hebben gewoond of hebben meegeholpen? In de drama- en docuserie Rampvlucht worden die vragen als het ware opnieuw gesteld en krijg je ook een idee over hoe er met alles omtrent de ramp is omgegaan. In de eerste 2 jaar is het aantal miskramen in de Bijlmer verdrievoudigd. Mevrouw Willems. Als ik de groep met auto-immuunziekten verder onderverdeel, dan begin ik bij systemische lupus erythematodes. Dat is... Ik ga u toch even onderbreken, want wij hebben dit allemaal al op papier. Dus wij willen toch echt ja, eigenlijk... Dat is volgens mij precies het probleem. Pardon? Papier. Dit gaat niet over papier. Dit gaat over mensen. Volgens het onderzoek is de reden voor het neerstorten nog steeds dat een van de 14 centimeter lange veiligheidspennen die de motor verbinden met de vleugel was geknapt. De vliegramp in de Bijlmer blijft voor veel toch een gebeurtenis vol mysterie. Zo zijn er complottheorieën over gevaarlijke vracht, mannen in witte pakken en de cockpit voice recorder. Die neemt de gesprekken van de bemanning in de cockpit op en werd volgens de Rijksluchtvaartdienst niet teruggevonden. En een andere recorder die de route vastlegt, had vanwege zware beschadiging alleen de laatste paar minuten vlak voor het neerstorten. In dat vliegtuig zat. Stream de serie Rampvlucht op NPO Plus. Er staat een monument. En tot de dag van vandaag staat de boom die alles zag er nog steeds. Boeken, boeken en nog meer boeken. Op elke eerste zondag van de maand heeft het Dierenasiel een boekenverkoop. Dit weekend was er een extra tentje aangegeven in verband met Wereld Dierendag. Langskomen om boeken te kopen, een leuke kleurplaat inkleuren, jouw bestelde boeken ophalen of een leuk item kopen voor jouw huisdier, dat kon zondag allemaal op de boekenmarkt van het Dierenasiel. De boekenmarkt is natuurlijk altijd belangrijk voor ons, want het brengt geld in het laadje om de dieren te verzorgen. Maar op deze boekenmarkt wilden we ook wat extra aandacht besteden aan awareness en voorlichting over dierenwelzijn in het algemeen, maar met name dierenwelzijn van huisdieren in Suriname. De dag is begonnen met een loop van de dog walk. Daarbij is het dus eigenlijk de awareness, de voorlichting over het sociaal maken van je dieren. Dus het feit dat hij went en niet bang is voor alles, maakt hem niet minder waaks, juist beter. Mensen die bestellen kunnen hun boeken ophalen bij de boekenmarkt elke eerste zondag van de maand. En we werken ook met andere bibliotheken, zodat we mensen kunnen motiveren naar plekken te gaan waar hij wordt gelezen, waar er boeken zijn, om meer lezen te stimuleren. Ik ben zelfs ook een hele grote boekenliefhebber. Ik kom al jaren ook gewoon als bezoeker naar de boekenmarkt. En nu heb ik de gelegenheid gehad om namens mijn boekenwinkel ook boeken hier te verkopen en mensen aan te trekken om hun boeken op te halen. Nou, ik ben komen helpen om boeken te verkopen als vrijwilliger. Ik heb meegekleurd met die andere kleintjes. Ik heb bepaalde mensen ontmoet. Ik heb dam gespeeld met boekenkopers. Het is leuk om een huisdier te hebben. Maar het is ook belangrijk om eerst goed stil te staan bij de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het dierenasiel moet jaarlijks een aantal gedumpte honden en poezen opvangen, omdat hun baasjes ze niet meer willen. Het eerste is awareness van als je een huisje hebt, hoe zorg je ervoor? Want dat stukje zorgt voor heel veel overlast. Gedumpte puppies, gedumpte kittens. En het tweede gedeelte is de uitvoering van de wetgeving. De wetgeving is ontwikkeld, de wetgeving is misschien niet perfect, maar dat kan op een heleboel punten werken. Maar dat constant de bal op en neer gooien van het ministerie van LVV naar het ministerie van Justitie en Politie. Iedereen die het eigenlijk te druk heeft om ervoor te zorgen dat wat in de wet staat ook werkelijk gevolgd wordt. Dat stukje is iets waar echt nog veel verbetering aan moet komen. Waardeer je dier, ga goed ermee om, verzorg het goed en slaat niet zomaar.
Ik denk dat we allemaal willen dat mensen met geduld met ons moeten omgaan. En liefde en beleefdheid. En zo moet je ook omgaan met dieren. Ook begrip hebben bijvoorbeeld. Een hond kan je niet de hele dag in de zon laten. Jij kan ook niet de hele dag in de zon blijven, toch? Op elke dag van het jaar, maar zeker bij Dierendag, denk er een keer extra over na. Het wordt heel heet deze maanden. Echt, de hond en de poes moeten elke dag een schoon gewassen bak hebben met schoon water. Let erop dat, dat je ze niet in de zon vergeeft. En op Dierendag zelf mag je ze beste extra knuffel geven. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.